ben Bianca en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ja, het is weer heel lang geleden, ik weet het. Mijn YouTube heeft echt geen prioriteit gehad de laatste tijd. Dat is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. Meerdere malen over gedacht om wel weer te gaan beginnen, maar ja, het is er gewoon even niet van gekomen. Ik vind het wel heel fijn dat jullie zo massaal gebleven zijn op mijn kanaal. Dat vind ik echt super lief. Ik heb er eerder abonnees bij gekregen dan dat er af zijn gegaan. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Er is wel een reden waarom ik nu ga filmen. En dat is best een hele leuke reden. Ik ga namelijk verhuizen. Dat is een van de dingen die de afgelopen tijd gespeeld heeft in mijn leven. Na alle ziekenhuis en operatie ellende van vorig jaar en het jaar daarvoor. Was er vorig jaar ineens ook positieve ontwikkelingen. Ik heb inmiddels ook een nieuwe baan. Daar ga ik jullie later nog wel wat dingen over vertellen. Ook heel erg leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Maar ik ga dus ook verhuizen. En het leek me heel erg leuk om jullie in dat proces mee te gaan nemen. Ik heb nog geen idee wanneer dit online gaat komen. Ik ga komende woensdag, het is vandaag 9 januari. 8 januari? 8 januari. Komende woensdag ga ik tekenen. En dan ga ik jullie daar ook zeker mee naartoe nemen. En dan gaat het hele proces van verbouwen en verhuizen beginnen. Ik heb een nieuw huis gekocht. Ik heb dit huis inmiddels ook al verkocht. Dus dat is heel erg fijn. Die stressperiode ligt achter me. Ik kan inmiddels me focussen op de leuke dingen. Ik heb een aannemer gevonden. Ik heb een plan hoe het nieuwe huis eruit moet komen te zien. Dus dat is helemaal tof. En dan vragen jullie je vast af, waar ga je dan naartoe? Ik ga naar hiernaast. Ja, dat is ook weer zo'n verhaal. Dit huis waar ik nu woon is een tweekamerwoning. En eigenlijk, ik woon in een flat. En in deze flat zijn alle tweekamerwoningen zeg maar zo recht boven elkaar. Dus als je, daar zit mijn voordeur zeg maar, die zit daar. En als je voor de voordeur staat, is links zijn alle appartementen driekamerwoningen. En rechts zijn alle appartementen vijfkamerwoningen. Ik ga naar een driekamerwoning, dus de woning links, als ik voor de voordeur sta, de woning links van mij, die is vorig jaar april is die leeg komen te staan. En ik wist dat de woning die toen nog een huurwoning was, in de verkoop zou komen en ik ben eigenlijk sindsdien aan het proberen geweest om die woning te bemachtigen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Ik heb de woning mogen kopen. Ik kon deze woning verkopen. Dus ja, dat plan ging lukken. De verhuizing wordt echt de meest easy verhuizing ooit. Maar qua verbouwen moet er echt nog wel heel veel gebeuren. Het is een woning in hele oude staat. Dus badkamer, keuken, alles gaat op de schop. Dus ik ga straks in mijn eigen verbouwingsherrie zitten. Maar goed, nou, dat valt wel mee. Want met mijn nieuwe baan werk ik niet meer thuis. Dus dat is wel lekker. Dan ben ik in ieder geval uit die herrie. De rest van de buren die zullen minder blij zijn. Maar oké. Helemaal zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ik ga jullie denk ik in een serietje is nu mijn idee meenemen. In het proces vanaf dat ik de sleutel krijg, want dat is waarschijnlijk het volgende shot dat jullie gaan zien, tot aan dat ik er daadwerkelijk ga wonen. Het is een kamer meer. Met die kamer heb ik ook hele leuke plannen en ideeën, maar daarover later meer. Grotere woonkamer, grotere slaapkamer, een keuken waar je ook nog een eettafel in kwijt zou kunnen, dus echt ook een aparte grote keuken. Ja, jullie hebben het huis van mijn ouders natuurlijk wel eens gezien. Nou, dat wordt hem. Tenminste, niet het huis van mijn ouders. Want ik ga niet bij mijn ouders intrekken. Maar mijn ouders wonen ook in deze flat. En hebben ook een driekamer appartement. Dus het wordt eigenlijk een beetje hetzelfde als dat zij hebben.
Alleen zal het er bij mij denk ik wel heel anders uitkomen te zien. Dus ja, super benieuwd naar. Woensdag ga ik dus tekenen. En dan krijg ik denk ik ook de sleutel. Ik weet nog niet precies hoe dat gaat lopen. Omdat het met volmachten gaat en gedoe. Anders had ik naar Amsterdam gemoeten. En daar had ik niet zoveel zin in. Dus het wordt ergens hier in Den Haag wordt het allemaal geregeld, wat heel erg fijn is. Maar ik weet dus nog niet precies wanneer ik de sleutel krijg. Maar ergens komende week is het huis van mij en kunnen we het gaan bewonderen. Dus ik zie jullie in eerste instantie bij de notaris en daarna in mijn nieuwe huis. Een hele goede middag. Het is vandaag de dag, woensdag 12 januari. Ik ga straks tekenen bij de notaris voor de overdracht van het huis. Vanochtend is de inspectie al geweest. Toen ben ik met mijn makelaar en de makelaar die het huis verkoopt nog een klein rondje door de woning gegaan. En hebben we de laatste inspectie gedaan. Nou, er is niks veranderd sinds de laatste keer dat ik er ben geweest. Dus dat is helemaal mooi. En heb ik de sleutels al gekregen. De overdracht van de woning gaat iets anders dan gebruikelijk. Omdat ik oorspronkelijk een afspraak aanstaande vrijdag had in Amsterdam. Bij een notaris om te tekenen. Want dat had de verhuurder, had die notaris gekozen. Maar ik heb het kunnen regelen dat ik vanmiddag hier in Den Haag kan tekenen, dat dan morgen de stukken in Amsterdam in orde worden gemaakt. En dan zou het huis morgenmiddag officieel van mij zijn. Of is het huis officieel van mij. Alleen dan spreek ik de makelaar niet meer. Want die kwamen vandaag voor de eindinspectie en zijn verder niet bij de notaris aanwezig. Dus ik heb de sleutels alvast in mijn bezit gekregen. En morgenmiddag is het huis officieel van mij. Vanmiddag ga ik dus tekenen. Het is op dit moment 2:30. Ik heb om 4:15 met mama afgesproken. Die gaat even met me mee. Ook om het hier voor deze vlog vast te leggen. En dan gaan we zien hoe of wat. Ik ben nu vrij. Het is vandaag woensdag mijn parttime dag. Ik moet dinsdag pas weer werken. Dus ik heb lekker de komende dagen om te genieten van het huis. En jullie natuurlijk een rondleiding te geven. Want dat gaat ook gebeuren. Maar dat ga ik denk ik morgen doen. Dus ik zie jullie straks bij de notaris. Zo, deze hadden jullie trouwens ook nog niet gezien. Mijn nieuwe auto. Maar dat komt later wel. En dit is ook al een tijdje geleden. Hoi mam. Hoi. Waar zijn we? Ja, we gaan naar de notaris, hè? Ah, de grote dag. Spannend. Zeker spannend. Eindelijk. Hebben we er zin in? Tuurlijk. Ja, hè? Altijd zin. Nee, tot we hebben al leuke plannen gemaakt. Plannen zat. Ja, precies. Komt tijd tekort. Nou, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Dus, maar we zijn een beetje vroeg, dus we wachten nog heel even in de auto. Ja. En dan gaan we dadelijk daar ergens naar de notaris. Een hele goede morgen. Het is inmiddels zaterdag, de 15e volgens mij. Ja, de 15e. Ja, ik mocht niet zo heel veel filmen bij de notaris. Dus dat is maar een klein stukje. Maar jullie hebben kunnen zien hoe ik afgelopen woensdag heb getekend. Dat was hier in Den Haag. Dat ging om een volmacht, dus er moest in Amsterdam ook nog het een en ander geregeld worden. Maar inmiddels is het volledig officieel en heb ik een nieuw huis. Vandaag is de eerste klusdag, dus daar ga ik jullie mee naartoe nemen. Gewapend met een rol vuilniszakken en een paar plamuurmessen die daar al liggen, ga ik samen met mijn moeder Roy en misschien dat Laura ook nog komt. Het behang eraf halen. Mijn vader die is op dit moment in Frankrijk. Die is samen met mijn broer en de schoonvader van mijn broer daar een laminaatvloer leggen. Dat huisje is van Kees, dus de schoonvader van mijn broer. Snap je het nog?
En die zijn daar naartoe om daar laminaat te leggen. Dus die is ook aan het klussen, maar elders. En ja, wij gaan dit weekend proberen al het behang eraf te halen. Ja, en dan kan volgende week, eind volgende week of begin de week erop, begint de aannemer. Ja, en ik ga jullie natuurlijk helemaal meenemen in het proces. We gaan straks een toertje doen. We gaan even een rondleiding filmen, zodat jullie weten hoe het eruit ziet nu. En dan ga ik jullie in stapjes laten zien hoe het gaat worden. En ook als we op stap gaan om dingen te kopen en dat soort dingen, wil ik dat ook allemaal voor jullie vastleggen. Dus dit wordt echt een hoi, ik ben Bianca en ik ga verhuizen serietje. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, ik vind het in ieder geval heel erg tof om dat allemaal voor jullie te gaan vastleggen. Het is nu nog vroeg, 7:45 volgens mij. Over een uurtje dan zijn ze hier en dan gaan we aan de slag. Maar ik ga eerst nog even een bakje nemen. Nou, ik heb echt geen idee wat je hiervan ziet. Volgens mij valt het nog mee. Maar ik ben er. Ik sta in mijn nieuwe huis. Oh, dat is leuk. Ik zal even een hondje draaien. Wee! Het klinkt hier nog hartstikke hol. Maar ja, dit is het jongens. Dit is mijn nieuwe woonkamer. Zo, nou inmiddels is het een stuk lichter, kan je zien, want we hebben lampen. En we hebben daar is nummer 1. En daar is nummer 2. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met het klusteam? Ja, goed zo. En hier zie je al vast wat ravage van de muren. En daar is Roy bezig met die kant filmen. Gaat het? Nou, dit muurtje is een strafmuurtje. Ja, hè? Het is echt... Dit behang... Dit is vreselijk. En dat zit niet overal. Want Roy is daar bezig met de muur. Nou, die is al zo goed als... kaal. Want die, daar zit het niet op. Buiten de muur zit het wel. Ja, maar ook op die koof waar Roy nu staat zit het ook. En dat schijnt echt vreselijk te zijn. Maar voor de rest gaat het gestaag. We hebben net even geluncht. Hoe laat is het, mam? Het is nu 10:50. 10:50 alweer. Het gaat zo snel. Maar goed, we gaan nog eventjes door. Goedemorgen. Het is inmiddels al zondag. We zijn gisteren tot 2 uur, denk ik, verder gegaan. En toen waren we het wel echt. Toen waren we het wel echt zat. En vandaag gaan we weer verder. Het is nu 8:30. Ik heb een kopje koffie. Als ik dat op heb, ga ik daar vast naartoe. Dan komen mama, Roy, komen ook zo meteen. En dan ja, gaan we weer verder. En dan hopen dat die terrormuren wat beter gaan. Ik ga vandaag in het andere kamertje verder, want de plekken waar ik gisteren bezig ben, daar kan ik niet meer zo goed bij. Dus ik hoop dat daar het behang er wat makkelijker afgaat. En zo niet, dan gaan we het zien. Ik ben morgen ook nog vrij. En dus dan kan ik ook altijd nog even verder gaan. Ik weet niet tot hoe laat we vandaag doorgaan, maar dat zal ongeveer dezelfde tijd zijn, denk ik. En daarna ga ik lekker even relaxen. Ik kijk even wat ik kan filmen, want het is best lastig. Ik kan jullie nog niet echt lekker ergens neerzetten of zo. Dus tuinlepjes maken, dat wordt lastig. Zeker als overal behang vliegt. Maar ik wil wel eventjes kijken of ik jullie het huis wat beter kan laten zien. En ook wat beter kan uitleggen wat er dan allemaal staat te gebeuren. Maar zoals ik gisteren al zei, moet ik dat even 's middags doen, want... Ik heb daar nog niet echt perfect licht. We hebben wel wat lampjes staan, maar het is nu nog gewoon donker. Kijk, hier heb je daar geen last van. Maar ja, buiten zie je het ook niet echt, want die camera maakt alles lichter. Maar het is nog donker. Dus ik zie jullie straks hiernaast. Nou, ik ga het jullie toch eventjes laten zien voor het perspectief. Dit is mijn voordeur, te herkennen aan de beugel. En dit wordt mijn voordeur. Wat niet helemaal waar is, want ik ga die deur wel daar laten plaatsen.
omdat dan de nieuwe bewoner niet met die beugel zit. En ik het eigenlijk wel makkelijk vind dat ik dan mijn sleutel en dergelijke gewoon kan houden. Dus ja, dit wordt mijn verhuizing. Van hier naar daar. Ja, het is inderdaad nog een beetje donker, maar jullie krijgen nog een goede tour. Maar voor de oplettende kijkers, die weten dit al. Maar als je dan denkt, ja, hoe ziet zo'n huis er dan uit? Want wat is dan het verschil, hè, tussen waar je nu woont en dit? Nou, dit is wel echt een stukje groter. Ik ben inmiddels binnen bij de voordeur. En dan kom je hier bij, ja, hier zit dan een kapstok. Dit is een soort halletje waar je dan bent. Met een gang. Nou, die heb ik natuurlijk in mijn andere huis helemaal niet. Kijk, dit is ook nog een stuk gang. En dan heb ik hier een kamer met uitzicht naar de andere kant. Wauw, dat is toch wel prachtig, hé? Hier ben ik echt blij mee. Mijn uitzicht aan de andere kant vond ik ook altijd wel zo mooi, maar dit uitzicht ben ik ook blij mee. Nou, dit wordt mijn kantoor / hobby / computerkamer. Waar ik heel erg naar uitkijk. Dit enorme ding wordt mijn slaapkamer. Komt daar mijn bed. Hier die grote kast. En dan heb ik aan deze kant straks een dichte wand. Want dit is de woonkamer. Hier kom je dan via binnen. En dit is dan de woonkamer. Waar aan deze kant de televisie komt. In deze hoek komt de eethoek. En hier komt de bank en die witte kast. En dan heb ik hier mijn vertrouwde uitzicht, maar dan net even van een ander perspectief. Want ja, daar achter dat schot woon ik nu. Dus ja, dat is natuurlijk wel even iets heel anders. Kijk, nu is die slaapkamer nog gescheiden door deze ongelooflijk lelijke, maar vintage, zullen we het maar noemen, deur. Maar die gaat er dus uit en daar komt netjes een wandje. En als ik dan deze deur open doe, kom je weer in de gang uit bij de voordeur. En dan heb je hier dus die gang. Nou, dan is daar de keuken. En dan heb ik hier een wc. En hier een badkamer. Nou, die badkamer, daar zie je echt ongeveer niks van. Daar moet ik een keertje. Oh, maar hier zit. Dat ga ik straks nog wel even laten zien. Er zit hier wel licht, maar ik kom er nu zelf niet in. Deze deur van de wc gaat dicht. Deze deur van de badkamer wordt breder. En hier wordt één grote ruimte van gemaakt. Eigenlijk precies hetzelfde als dat ik dat nu in mijn appartement heb. Gewoon om meer ruimte te creëren, zeg maar. En dan gaan we naar mijn onwijs grote keuken. Echt ongelooflijk. Een aparte keuken. Dus nu heb ik hem natuurlijk in de woonkamer zitten. Maar dit hele ja, deze hele plek is de keuken. En dan zit er nu nog deze afgrijzelijk lelijke oude keuken in. Maar mijn keuken wordt net even wat anders. Omdat dit de enige plek is waar ik het balkon straks op kan. Komt hier zeg maar een plank te liggen, waardoor de keuken niet zo niet hier kan beginnen, want die plank die komt ongeveer tot hier. Dus de keuken gaat straks hier beginnen en die gaat dan door in een hoek tot hier. Dus ik krijg zo een hoekkeuken met kastjes erboven, wat ik ook wel heel mooi vind. En deze gekke gijzer gaat weg. Daar komt een boiler voor in de plaats, want wij werken niet, maar we hebben allemaal boilers hier in de flat.
in principe. En mijn boiler die komt dan in dat kleine kamertje daar, dat hobbykamertje, in een kast. Dus daar zie je straks helemaal niks meer van. En dan heb ik hem hier ook niet meer in de keuken hangen. En ook niet in de badkamer. Dus ja, dit is mijn nieuwe huis. Heel blij mee. Echt heel blij mee. Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb kunnen kopen. Weet je, het is lekker dicht bij huis. Het is echt veel groter. Nou ja, dit ziet er in principe, het ziet er natuurlijk niet uit. Maar dat moest er toch allemaal uit. Dus dat is alleen maar eigenlijk maar heel fijn. Dus ja, ik moet zeggen, ik voel me hier, doordat het allemaal zo vertrouwd is, best wel al lekker thuis. En dat is toch ook wel heel erg lekker. Nou, ik ga vast wat voorbereidingen treffen op mama en Roy wachten. En dan gaan we het bang weer te lijf. Een hele goede middag. Het is inmiddels alweer een dag later, maandag vandaag. Ook de laatste dag van deze vlog. Ik ga hierna de beelden monteren en dan een eerste versie maken van deze serie. Ik ben een beetje bang dat het een onsamenhangend zootje wordt, maar geef me even de tijd om een beetje te wennen aan het feit dat ik weer aan het vloggen ben. En ook even kijken hoe ik dit precies wil gaan vormgeven. Jullie hadden nog een paar dingen van me te goed. Eén is de badkamer. Het is nu wat lichter. Dus dit is de badkamer zoals die er nu uitziet. Met hier een bad, twee wastafels, een radiator. En hier stonden waarschijnlijk de wasmachine en de droger. Wat gaat hier nou gebeuren? Nou, die gaat eruit. Hier komt één wastafel. Hier komt de douchehoek. Deze gaat eruit, deze muur gaat eruit en dan zul je zien dat als ik eventjes terugrij, dus daar is de badkamer, heb je hier de wc en deze wc, dus dit muurtje gaat er dus uit, dus die uiteraard ook. Deze wc wordt een kwartslag gedraaid, komt tegen deze muur aan, dus dan komt daar waar nu het bad staat de wasmachine en de droger. Dus dat is een beetje het plan. Voor betreft de verbouwing van de badkamer. Verder, hoe is het met het behang? Nou, zoals je hier kunt zien, zijn alle zakken weg. Die hebben mama en ik vanochtend naar de reiniging gebracht. Dan hebben we deze kamer. Die is helemaal klaar. Op dat stukje daarna. Deze kamer is helemaal klaar. Op een heel klein stukje daarna. Maar voor de rest is die helemaal ontdaan van behang. En ook de woonkamer is inmiddels helemaal klaar. Ja, dat zie je nu niet zo goed omdat de zon erop schijnt. Maar ook hier is het behang er helemaal af. Dan moet alleen de gang nog. En in de gang was ik gisteren al begonnen aan deze muur. Die is zo goed als leeg. Dus dan gaat het nog om dat stukje daar. Nou, dit stuk. En hier nog een heel deel. En dat gaat papa morgen doen. Papa die is gisteren teruggekomen uit Frankrijk. En vandaag is Tim er. Dus ja, dan vind ik het ook logisch dat hij daar lekker mee bezig gaat. Dus ik ben net even naar de Gamma geweest om nog wat behang afweek te halen. En daar moet hij het morgen mee redden. En dan is dat het laatste wat we zelf kunnen doen. En dan gaat de aannemer aan de slag. Zodra dat gaat gebeuren, dan ga ik weer verder met opnemen. Ik weet niet wanneer deze serie of hoe frequent die online gaat komen. Ik moet gewoon even kijken. Ik wil er ook niet één hele grote video van maken, want dan worden jullie ook gek. Dus ik kijk even hoe groot deze wordt. Misschien wordt deze al te lang en moet ik het in nog kleinere stukjes opknippen. Dan ga ik dat doen. Maar je gaat het vanzelf zien. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe het gaat worden.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat hieronder even weten wat jullie graag willen zien. Dan kan ik daar rekening mee houden. En dan neem ik jullie mee in mijn verhuisproces. Heel erg bedankt voor het kijken. Leuk dat je er weer bent als kijker. Ik vind het in ieder geval leuk om weer terug te zijn. En dan zie ik je in een volgende verhuisvlog. Tot dan!